Yo, boy and girls! Yo, boy and girls! Yo, boy and girls! Yo, boy and girls. Girls. girls! Mijn naam is Alta Dylan. Yo, boy and girls. Welkom bij weer een nieuwe video. Het is een video: een ander soort video dan ja, eigenlijk de rest van de video's die ik afgelopen tijd heb geüpload. Maar deze wil ik er eigenlijk even tussen spreken. Ik ga er niet te lang over lullen, dit is maar één video. Die ik eigenlijk zo wil maken. Maar eigenlijk, ik ga die zo danig maken dat, dat jullie eigenlijk eens moeten nadenken hoe dat kan zijn. Uh, ja, jullie weten, ik had een relatie. Die relatie is niet goed gegaan en ja, door die relatie ben ik mezelf meer en meer in de put gaan steken. Oké, okay, dat kwam soms zo over in video's dat ik. Uh, niks meer wou doen en hij constant in mijn kamer zat oké, okay, dat klopte ook wel ik was constant aan het gamen en ja, eigenlijk ik zag, ik zag het op een gegeven moment alleen maar zo dat ik compleet aan het gamen was dat ik zelfs mijn vrienden achter mij liet gewoon voor te kunnen gamen oké, okay, dat gamen dat is er ook een tijdje geweest bij mij en ja, dat gamen, ik geef het eerlijk toe ik was er een beetje verslaafd aan, aan het gamen, want ik kwam eigenlijk nooit meer buiten. Oké, okay, nu kan ik ook niet buiten komen, maar dat is dan op een andere reden. Ik ben nu compleet mijn bezig met mijn video's. Jullie zien dat ik elke dag, elke dinsdag en vrijdag standaard upload. Dat is gewoon omdat ik er voor aan het grinden ben. Ik ben nu even uit dat putje geraakt en ik ben de hele tijd aan het grinden, aan het grinden, aan het grinden. Ik ben dus aan het grijpen voor YouTube, eigenlijk terug een beetje op orde te krijgen. Ik ben daar in augustus mee begonnen. Of ja, eind, eind augustus ben ik mee begonnen. Of begin september, zeg maar. Vanaf september is eigenlijk de grootste, grootste deel van, de, van de YouTube. Is eigenlijk op dinsdag en donderdag. Eh, dinsdag en vrijdag. Maar wat zou het zijn, moest ik drie keren op mijn week uploaden. Dus met, met nu mijn schema verder houden. Tot eigenlijk december-Januari. Tot, tot 31 december mijn schema's houden. En vanaf 1 januari maandag, woensdag en vrijdag te gaan uploaden. Oké, okay, dat gaat mij meer werkkosten voor te editen. En ja, ik zie dat ook wel zitten. Want het is een nieuw jaar, dat is, dat is weer een nieuwe stap in mijn leven dat ik kan zetten. Voor op maandag, woensdag en vrijdag te uploaden. En dat zou voor mij ook wel een hele leuke stap zijn, omdat ik dan ja, maandag, woensdag en vrijdag, dan heb ik iets te doen. Dan heb ik iets te doen die dagen. Alhoewel, ja, dan ga ik wel veel meer voorhand moeten gaan werken. Maar dat maakt mij niet uit. Alleen vraag ik aan jullie, aan jullie kijkers, voor eigenlijk een beetje meer feedback over die video's. En wat voor video's willen jullie dat ik upload? Ik ga proberen. Ook soms zo praatvideo's te doen. Zoals nu. Nu zijn het een paar keer FIFA-video's geweest. Maar nu is het eigenlijk een praatvideo. Die ik er eigenlijk gewoon tussen smijten. Dus. Sorry aan de mensen die dat. Uh, bekend zijn. Allee, die dat bekend zijn met mijn FIFA-video's. Ik wil eventjes een praatvideo uploaden. Oké, okay, dat gaat misschien langer duren. Zo'n praatvideo. Dan. Dat gaat misschien even wennen zijn dat ik af en toe ook nog praatvideo's ga doen. Dus dit is eigenlijk een praatvideo waarin ik eigenlijk een vraag stel. En ook, ja, mijn leven, dat was eigenlijk één grote hel. Dat was één grote hel, waaronder, ja, ik was alles kwijt. Ik was vriendschappen kwijt. Ik was van alles kwijt. En ja, ik heb me daardoor rot gevoeld. Ik heb me daardoor rot gevoeld, omdat ik eigenlijk... Ik zat in een relatie, die ik eigenlijk geen relatie kon noemen. Ik was echt zo aan het zeggen van, ja... Wat doe ik eigenlijk met mijn leven? Ik, ik, ik heb, zoals ik al zei, heb negen maanden van mijn leven vergooid. En ik heb al mijn vriendschappen naar beneden gehaald. Oké, okay, ik heb er nu een paar terug kunnen opbouwen. Een paar schoon vriendschappen, dat eigenlijk gebleven zijn. En ja, ik heb die eigenlijk weer terug kunnen opbouwen. En ja. Dus ja, eigenlijk, die, dus eigenlijk die, die vriendschappen die ik heb opgebouwd. Dus ook zoals met Sven die nu aan het bellen is met mij. Dat is eigenlijk een vriendschap waar je trots op kunt zijn. En ja, dat is eigenlijk zo'n vriendschap. Ik heb veel vriendschappen laten moeten laten gaan tijdens mijn relatie. Maar deze was eigenlijk deze, de vriendschap met Sven is eigenlijk nooit weggegaan. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam is altijd Dylan. Jezus.